Stef, een journalist of een nieuwsanker moet hij altijd de waarheid vertellen of laten schrijven? In elk geval zijn best doen om altijd de waarheid na te streven en nooit bewust te liegen in elk geval. Ik heb jou betrapt op iets wat niet klopt in een interview van het laatste nieuws van afgelopen weekend. Dan zal het een fout van de journalist geweest zijn, zeker. Hè? En het ging over Facebook. Ja, over Facebook, ja. Je hebt uitgehaald naar Facebook, maar daarover ging het misschien maar een beetje. Jij beweert dat jij geen Facebookpagina hebt. Ik heb er geen. VTM heeft er jaren geleden een voor mij aangemaakt. Iemand anders ging die hosten. Ik heb er nooit naar gekeken. Bestaat die nog? Die bestaan. Wat gebeurt daarop eigenlijk? Daar gebeurt niks op, maar het is eigenlijk jouw officiële pagina, want er staat een blauw vinkje achter. Dat wil zeggen dat ze jouw identiteitskaart bij Facebook ooit ontvangen hebben, want anders lukt dat niet. Is dat echt waar? Kijk, dat weet ik niet eens. Ik zweer het. Is dat zo? Stef, wij willen vanaf morgen actualiteit zien op jouw Facebookpagina. Die 1000 of 2000 of 3000 mensen die erop zitten, die verdienen dat toch? Maar die kijken toch ook allemaal naar VTM Nieuws? Dus, en ik breng al elke dag 50, 52 minuten actualiteit voor die mensen. Kom aan, ik heb mijn deel gedaan dan, toch?